De Big Bang Tour loopt bij name topsprinters naar het Jereveen. Net de minsten met Marcel Kittel bijgelijks, Caleb Ewan, Michael Matthews en drievoudig etappenwinner in de Tour de France, Dylan Groenewegen. Wat verwacht jij vandaag? Het ligt een beetje aan de wind, maar de kans op een sprint is aanwezig. En het is een lastige aankomst, langs stekker de rug door. Moeilijke timing, maar we gaan ons best doen. Hier tegenover in het stadion is altijd te spelen in het shirt met de pompenbladen. Dus wij dachten, wat is er mooier dan een mooie fietspomp met onze Friese vlag daarop. De pompenbladen, dus die geven je mee. Heb je enig idee wat je hier gekregen hebt? Een pomp. Ja, zover was ik ook. Maar wat erop staat? Ja, het is Jereveen denk ik. Ja. Friesland, hè? Friesland, oh echt Friesland is het. Nou, oké. Nou, mooi. Heb je een idee hoe die hartjes heten? Nee, zeg het eens. Pompenbladen. Pompenbladen? Nou, klinkt goed. Dat je keurig uit. Ja, perfect. Hè? Succes, spreek wel. Oorgrote namen en kanshebbers van het klassement binnen bij Geleaks Nicky Terpstra en Olympisch kampioen Greg van Avermaat. Ze binnen het voor het eerst met deze koers voorhinnen de Eneco Tour op het Jereveen. De link naar Heerenveen via Luc IJzinga is natuurlijk niet zo vreemd. Joop kent hem goed, ik ken hem goed. Ja. Dus in die context was het eigenlijk heel snel het idee daar om naast Bolsward eventueel de start dan op een andere locatie te voorzien. En dan kwam Heerenveen eigenlijk in beeld. Heel snel via Joop en via Luc. Voorlopig is het de laatste keer in Friesland. De afspraak weer drie keer en dit is dus logischerwijs de tredde. Als Luut Diskaar net uit dat ze nog eens weer omkomen naar Friesland. We hebben voor onszelf altijd het principe dat we gedurende 5 jaar overal in Nederland wel even proberen met de Big Bang Tour aanwezig te zijn. Dus dit jaar zijn we opnieuw in het noorden via de etappe Heerenveen-Bolsward. En daarnaast denk ik dat we de volgende 5 jaar ook wel weer een keer deze richting gaan uitkomen. Maar er is nog niks concreets wat dat betreft. Dat u zegt van, ja, in 2020 weten we al, komen we hier weer. Nee, het is zo dat de 3 jaar die lag vast. En er is duidelijk wel interesse om ook in de toekomst een aantal dingen te doen. Maar ze zijn niet concreet. Om de eenvoudige reden dat we eerst evalueren en dan even kijken hoe de toekomst er kan uitzien. De start is om 20:20 bij het Abeleste stadion. Maar eerst een lus van 30 kilometer oer bij Geleaks de Kriepe en Mildaam. En daarna gaat de koers terug naar het zuiden van Friesland via Starem en Hielpen. Bij naar Boppen naar Bolsward werd tussen 11:05 en 4:00 de finish verwachten we.